Anouali live hier bij Punch Out. Net een gruwelijke battle. Eerste keus tegen Mitch. Eerste keus, hoe ging het? Ja, ging goed, man. Wel mijn laatste ronde een paar dingetjes vergeten, maar fuck dat. Dat ging gewoon lekker. Ik had in ieder geval niet echt door, man. Nee. Het ging gruwelijk. Mitch, goed dat ook voor jou? Ja, het ging fucking goed, alleen Keus was gewoon veel beter. Wil je dat nu al zeggen? Ja. Keus heb gewonnen. 100. Okay. 100. Ik moet wel zeggen, los van wie heeft gewonnen, wie niet heeft gewonnen. Een jaar geleden ongeveer, of anderhalf jaar geleden, deed je auditie. Ik heb het vorige recap al over gehad. Je was awkward, je was niet goed. Voor mij ben je nu al de verrassing van het seizoen. Dat jij uiteindelijk zo hebt doorontwikkeld tot de kwartfinale is gewoon bizar te noemen. Ik denk straks in 2019, als we opnieuw doorgaan naar de laatste 16, dat je misschien wel een titelkandidaat bent. Zie je dat zelf ook? Ja, weet ik nog niet. Maar die groei blijft wel doorzetten. Ik ga gewoon altijd mijn best doen, dat sowieso. Keus, vraag nog een keer, wie kan jou tegenhouden? Iedereen, als ze hun best doen. Ja, dat denk ik. Doet gewoon niemand zijn best, want niemand heeft ooit van je gewonnen. Ja, oké, maar dat is een beetje... Ik heb ook wel eens met mazzel gewonnen, weet je. Ja. Laat ik eerlijk zijn. Ja. Je, dus, misschien heb ik ook een misschien beetje... Wel, misschien wel de achtste finale. Ja, maar dan moet ik tegen Stef, man. Die ga ik gewoon no-showen, zeg ik eerlijk. Ja? Mensen schijten al in hun broek voor Stef, als hij alleen Google heeft. Ja? En die man komt gewoon bij me thuis, what the fuck. Ja. Ik kom gewoon niet. Zeg maar tegen Ike dat ik tegen Nick Veen wil. Ja? Dan gaat Stef tegen Jeeves, anders wordt die finale Jeeves tegen Stef of ik tegen Jeeves. En dat is allebei al geweest. Ja. Dus Ike, ik kom niet tegen Stef. Ik ga wel tegen Stef. Alright. Gruwelijke battle. Wie heeft gewonnen, zien we bij de jury. Om 7 uur komt de battle online. Het is een fucking classic. Blijf kijken. We zijn hier met Steph, met Giant. De laatste kwartfinale. Ook die moet je checken. Anouali hier live bij Punch Out.